Zijn we nou verdwaald? Bij jou, hè? Kijk daar, daar. Oei. Oh, dan kan je vissen. Ik ben een beschrijving over. Goed, even lunch. IJs? Ja, die zijn de baas. Een stoepketting erbij. Jullie zijn de baas? Inderdaad, leuk. Op de kop. Zuid-Frankrijk. Nou, wat vonden jullie van het? Daar waren ze de baas voor. Hele goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de familiegroepers. En vandaag zijn we nog steeds op Europareis. Al bijna een weekje onderweg. We zijn net iets boven Parijs op de camping. En eigenlijk wilden we vandaag heel graag naar Parijs gaan. Nee, maar. Maar. Ja, het is een beetje hetzelfde liedje deze hele week. Er is een code oranje afgegeven dat er heel veel onweer kan komen vandaag. Dus lijkt het ons niet heel verstandig om in Parijs te lopen met 4 kinderen. We hopen dat het morgen wat beter is. Dat die code morgen weer weg is. Maar vandaag gaan we ons lekker vermaken op de camping. Want er zijn ook heel veel andere leuke dingen nog te doen op de camping. Jullie hebben het gisteren al natuurlijk een beetje kunnen zien. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen. Dus vandaag mogen Luan en Silla en Luxie en Lucius bepalen over haar doen. Dus zijn ze vandaag de baas. De kinderen zijn de baas op vakantie. Ja, we kunnen zomaar vragen of we 100 euro krijgen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Zijn er wat regels? Nee, je mag geen telefoons. Nee. Ja, jawel, alleen als het heel nodig is. Maar papa en mama bedoel je? Ja, alleen als het heel nodig is. Ja, nee, we hebben geen internet, dus we hebben sowieso niet zo raar. Papa heeft vannacht om 2 uur bij de receptie gezeten voor jullie om te. En jullie mogen geen nee zeggen. Dus we hebben geen eigenlijk is het een beetje ja-dag. Ja, dat kan ook. Het is echt een beetje ja-dag vandaag. En wij mogen zelf weten een eitje zelf wel. Of een suikerspin. Of een suikerspin naar de speeltuin zwemmen. Dan mogen wij kiezen. Dan mogen jullie kiezen wat we gaan doen. Jullie allebei moeten ja zeggen. Dat vind ik een goed idee. Maar er zijn wel wat regels. Oh. Met ja-dag mogen alleen maar dingen op de camping vragen. Ja. En we mogen geen dingen vragen wat in de toekomst kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld van, mogen we een hamster? Oké. Alleen wel of op deze dag? Ja. Ja, dat is goed. En je mag bijvoorbeeld ook geen, mag ik 50 euro vragen? Of mag geen iPhone? Nou, tussen dat jij zelf die regels stelt. Ja, eigenlijk, het bedrag mag onder de 10 euro zijn. Oké. Nou, prima. Dan gaan we erop uit. De kinderen zijn de baas. De kinderen zijn vandaag de baas. Ja, dat doen we vandaag. Waar wil je beginnen dan, Luxie? Waar wil je beginnen vandaag? Zullen? Ja? Ik weet het, want we hebben gisteren gingen we met papa door de camping lopen. Kwamen we in een restaurant. Mm-hmm. En toen zagen we een hele leuke speeltuin. Daar kunnen we nog wel even naartoe als begin. En gaan we daar ook beginnen? Een bowlingbaan. Ja. Oké. Dus we kunnen ook wel een potje bowlen. Gaan we beginnen? Zo'n grote trampoline. Yeah. Oh, dat is nog wat verder weg. Oh, die kan ook nog wel, Die was buiten. En ook met die vlootjes over het meer kunnen we ook wel doen. Ja. Yeah. Yeah. Oh ja, de waterfietsen. Die grote trampolines. De trampolines. Op die autootjes rijden. Zo'n racebaan is er ook nog. Zullen we dan eerst even bij de speeltuin kijken? Ja, mama dat is goed. Nou, papa die pakt de inboedel weer in. Ja. Wil je op ons zo lijken? Ik vind jullie heel erg op elkaar lijken. Hey, hebben jullie Lucius gezien? Ja. Waar is Lucius? Oh. Oh. Jullie gaan weer naar huis, Lucius. Ja. Ja. Kom, ga je mee? Ja. Wij gaan nog even spelen vandaag. Ja. Ja, dag. Mama, kan ik zeggen, are you go today? Ja, dat kan. Dat kom maar. Ga jullie mee? Bye bye. Lucius, ga je mee? Are you go today? Yes, you also. Bye bye. Bye. Nou, ondanks het regent, jongens. Het regent, het is, ziet het misschien niet, maar het miezert. Gaan we toch gewoon erop uit, hè, jongen? Johan, die doet nog even een dansje. Nee, ik doe geen dansje. Wat doe je dan? Altijd als ik een move doe, zegt mama dat ik een dansje doe. Oh, het is gewoon een move. Het is een move, jongens. Lucilla doet wel een dansje. Ja. Het miezert, het regent. We gaan eerst even kijken of we ergens binnen iets kunnen vinden. Want er is ook binnen een heel leuk speelgebeuren hier. Nou, als je een klontje suiker buiten neerlegt in de regen, dan smelt het.
Dus we zijn niet van suiker, want we smelten niet. We zijn geen klontjes suiker. Heb je? Aha. Oké, klaar. Dus we gaan hier weer naar beneden toe. Ja, mama, weet jij wat het is? Nee. Ik weet het niet. Gisteren toen ik ging editen, toen is papa gaan spelen bij die indoor speeltuin. Dus jij weet waar het is. Nee, ik moet mijn net doen, zeggen. In de bergen. Ja, jongens. Ze hebben het net pas ontdekt. Oké, okay. Nou, daar gaan we nu dus eerst spelen, want dat willen de kinderen. Nou, laten we dat maar doen. Ja. Willen we alleen maar dansen? Willen we alleen maar dansen? Ja. Nou, Lucille ook. Ja, hier langs. In de regen. Ja. Hoi. Ja hoor, dat is goed. Kom maar, gaan we even van de weg af. Hij is hier. Hele vakantie nog, hè? Ja, van daarheen. Papa, de kinderen zijn de baas. Daar, hè? Zo daarheen? Ja. De kinderen zijn de baas, jongens. We lopen ze achterna, papa. Kom. Kom. Dan heb je een restaurant. Hier? IJs en een suikerspin. Oh, die is nu al niet. Vandaag hebben we het niet. Oh ja, dat komt straks wel. Eerst maar even lekker binnen spelen. Het ziet er wel leuk uit. Leuk. Ja. Verder lopen, daar heb je een bowlingbaan. Ja. Dan is er een trap. En daar kan je lazy gamen. Want die speelt hij aan. Oh. Dit doen we lekker open dan maar steunkamer. Ja, inderdaad. Dit, ja. Maar daar is er een restaurant van gemaakt. Oké, en dan hier. Ja, dat hebben we nog niet gezien. Nee, ja, het zwembad hebben we gisteren geswommen. Hier heb je een restaurant. En dan gaan we hier naartoe. Kijk, daar is het zwembad. En hier doorheen. Ja, even de voeten vegen. Hop, twee. Oh nee, wat? Hier naar boven? Nee, zijn we nou verdwaald, jongens? Zijn we verdwaald? Ik loop jullie gewoon achter. Daar loopt papa. Oh, loopt papa daar. Waar kom jij nou weer vandaan? Ben je ook verdwaald? Waar is het dan? Oh, die zit op slot. Oh, zit hij op slot? Hoe laat gaat het open dan? 2 uur. Om 2 uur? Oh. Nee, dat is het nog niet. Oh. Nou, dan moeten we even iets anders bedenken wat we nu nog gaan doen. Lucius die wil darten. Zo te zien. Wil je darten, jongen? Hey, rustig. Hé, hey, rustig. Niet zo hard, kerel. Moet het allemaal zo hard bij jou, hè? Hé, hey, maar wat gaan we nou doen, jongens? Mama, ik heb wel een plan. Een plan. Oh, zit je een muziekje aan? Ik heb een plan B, mama. Precies. Wat voor plan heb jij? We kunnen naar de autootjes gaan daar en naar de trampoline. Dat is een goed idee. Het is wel buiten. En ja, wat wil jij? Ik wil bij de trampoline. Gaan we even kijken of ik de trampoline... Maar wel op die autootjes in ieder geval. Ja. Wel. Nou, Luan die heeft een plattegrond. Kijk, die heeft gisteren gemaakt. Ja. Wij zitten ongeveer, waar zitten wij? Nu? Hier ergens. Ja. En wacht. Hier is de receptie. Ja. Hier ging het toen zo op. En zullen we gewoon gaan naar die trampolines waar we gisteren waren? We weten wel waar het is. De kartbaan, waar was die kartbaan dan? Ja. Hier, kijk daar. Nou jongens, dat is een beetje balen. Alles gaat pas om 2 uur open. De binnenspeelte gaat pas om 2 uur open. De autootjes gaat pas om 2 uur open. De trampoline gaat pas om 2 uur open. En het is 11:45. Dus ja. De eigenaar ging jij de kinderen. Hey, wij snappen, we kwamen ook al een ander Nederlands gezin tegen. Die hadden precies hetzelfde als wat wij hadden. Die waren ook aan het zoeken wat ze konden doen met de kinderen. Want nog niks was open. Ik heb nu al te gaan zwemmen. Dan zijn de kinderen kletsnat. Nee, en dan zijn ze nat en hebben ze het koud. En dan willen ze helemaal niet meer. Dus zwemmen dat doen we even voor het allerlaatste van de dag bewaren. Ja, wat moeten we nu doen dan? Ja, ik weet niet of het zwemmen dan nog lukt. Als pas om alles om 2 nee. uur open gaat. Ja. En 2 uurtjes later. En dan ook om nog om rond 5 uur te gaan zwemmen. Nee. Dus ik denk dat het zwembad vandaag helemaal niet doorgaat. Nee. Maar ik heb er ook maar wel Maar we hebben nog geen lees dat in die nee. ene glijbaan gedaan. Ja, weet je. Die was er nog niet open, hè? Het is dan maar zo. Maar het is maar nee. Die was kapot. Die was kapot. Die moest gemaakt worden. Ja, dus Misert je een beetje. We lopen gewoon naar het meer en we gaan kijken. Misschien kunnen we wel de waterfiets huren. Ja!
Maar ik weet ook niet of het pas vanaf 2 uur is. Dat is even de vraag voor vandaag. Wat gaan we dan doen? De kinderen willen heel veel doen. Nog meer dingen. Maar het is nog niet open allemaal, pas om 2 uur. Dus dat duurt wel eventjes. Oh, er komt een kaartje. Ja hoor, kom maar erbij. Alsjeblieft. Wat zien we daar? Een speeltuin. En gelukkig is het miseren al wat minder geworden. Dus kijk, daar is een speeltuin. Wel een beetje nat. Maar goed. Kunnen we in ieder geval even in de speeltuin spelen. Het is toch wat hè jongens. Het is toch wat op vakantie. Ben je op vakantie? Zit je nog in de regen? Ja, kom. We gaan hier bij die picknicktafel zitten. Nou, papa zit in ieder geval wel droog. Onder de bomen. Lekker spelen. Nou, daar gaan ze. Lusjes, kom jij ook over de loopbrug? Het is wel een beetje een gladde loopbrug, denk ik, met de regen. Lucilla gaat jou helpen. Handje. Goed zo. Oh, hij wil het zelf. Oh, daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Goed zo, jongen. Goed zo. Ja, over de wielbrug. Over de wielbrug. Klimmen, klimmen. Hoppatee. Zo. Ja, mijn handje. Zo. Nee? Zo. Nee? Zelf. Zelf wil die doen, ja. Oh, goed zo. Nou, alle glijbanen zijn ook nat, maar goed. Niet de pret niet drukken, jongens. Nou, hou Lucius maar vast, jongens. Anders dan valt hij op zijn billen. Nee. Nee, wilt hij toch niet. Het is niet echt. Nee, het is een beetje glad, hè? Ja. Mama, je handje? Wil je schommelen? 1, 2, goed zo. Toppie. Nou. Schommelen vindt hij altijd mooi. Hé, jongen? Oei. 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 Dit is een trampoline, zie je dat? Ja, wel een beetje een stroeve. Een rubberen trampoline. Wel leuk. Oh, die zit meteen op de grond als ik erop sta. Wow. Is goed. Is niet voor mij, ik sta meteen op de grond. Luxie gaat van de glijbaan. Ik krijg je wel een beetje natte billen. Zie je dat? Dit is wat is, schatje. Met die regen. Wat is dat? Ja, ik heb een foto daarvan. Ja. Ja jongens, we moeten er toch maar een beetje het beste van maken. Je kunt er niks aan doen. Het weer. Dat heb je niet voor zeggen. Nou, Luxie heeft een idee. Wat ga je doen, Luxie? Ik ga op je vest zitten. Op je vestje. Oh, dan ga je vestje. Oh. Ik hou je vast. Precies voordat het hier nat wordt. Ik vond het wel een goed idee, maar de uitwerking was wat minder, hè? Ja, maar wel jij. Dat was wel leuk. Goed zo, liefie. Nou, ik ga even bij papa zitten, goed? Oké. Okay. Ga ik even weer hier onderdoor. Hoppatee. Nou, terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn, zitten wij hier... Bij een boompje. Ja, vandaag code geel. Ik moet zeggen dat we er nog niet heel veel van merken. Want het is gewoon aan het miseren. Het is bewolkt. Het is een beetje winderig. Maar... Ja, maar heel Europa is de zaak hoor. Want in Italië hebben we ook mensen die er zijn geweest. Man, we hebben een bericht gelezen met die regen en die hagel. En die hagelstenen. En die storm. En heel Europa is momenteel. En de bosbranden bij Griekenland. Ja, ook heel erg. En de hittegolf. Dus mensen die daar zitten, heel veel sterke mensen. Ja. Maar valt dit nog allemaal wel mee? Ja, dat is... Dan mogen we eigenlijk niet klagen. Wel balen, alles nat en klammer. Maar, het is wel balen, maar... Dat is natuurlijk niet, met niks te vergelijken. Nee. Vliegtuigen geannuleerd. Oh ja, dat ook nog? Ja. Ja. Oh ja, liefie. Ja, ze zijn nog gewoon lekker aan het spelen, jongens. Kijk, dit is de speeltuin waar we naar kijken. Waar hebben de kids er het minst last van? Ja, die Lucius die zit daar aan de schommel. Lucilla zit daar met een vriendinnetje. En Luan zit daarnaast. En Luxie die is daar het spelen. Dus ja, weet je. Als de kinderen plezier hebben, dan vinden wij dat wel prima. Ja, toch? Dan zijn de papa en mama's happy, toch? Ja, maar misschien... Maar hebben alle ouders. Je ziet alle ouders een beetje in de speeltuintje nu hangen. Van ja, hoe moet je daarheen? Ze zijn er vanaf 6 uur vanochtend wakker. Ja, en spraken met die ouders die ook. De speeltuin is pas om 2 uur open. Ja, dat is toch wel raar. Dat op een kindercamping met zoveel kinderen. Regenachtig weer. Gaat dan een indoor speeltuin pas om 2 uur open. De trampolines pas na 2 uur open. Er zijn autootjes, de waterfietsen. Ze hebben een ander leven, hè? Ze hebben Jules de Boelie hier tot s'nachts 12 uur. Die ging uploaden, hè?
bij dat receptiehuisje, waren ze letterlijk nog tot 12:30 s'nachts aan het voetballen in die hal. Wat, kinderen? Die gisteren, ja, tienerjongens. Tieners, ja, oké, okay, tieners. Maar ook wel jongens van 12, 13 geloof ik. Ja. Echt heel laat. Dus ze hebben hier een heel ander ritme, hè? Ja, dat is misschien pas 12:30 uur gaat slapen, ja, dus we beginnen al heel vroeg en om 2:00 hebben wij het gevoel dat de dag er al op zit. En we eindigen om 7:00 s'avonds. Ja. Sinus, I'm now in Paris, but the weather is so bad over here that the question is that we can arrive one day earlier. I will pay that too, yeah. And one extra day? We can come tomorrow. At what time we're welcome? At what time can we arrive? 9:00 in the morning? Sorry? 2 p.m. Okay, 2 p.m. I have a 7-hour drive, so yeah. Then I will leave around 6:00 in the morning from this campsite. Great. And what's the total amount I have to pay for the stay? Hello, bye-bye. Bye. Jongens, we hebben een besluit genomen. We gaan hier een dag eerder weg. We gaan naar de zon. Ja, we gaan hier een dag eerder weg. We houden het nou niet meer. Het is nu een week dat we weg zijn. Maar de weersvoorspellingen zijn morgen weer hetzelfde als dit. Ja, er is alleen maar regen voorspeld de komende dagen. Vandaag dus dat code geel. Buurman, ja. Vandaag dus code geel. Onweer. Eigenlijk op de dag dat we dus de Parijs centrum hadden gepland. Dat we naar de Eiffeltoren zouden gaan. Ja. Dus we denken dan ook maar weer, soms moeten dingen zo zijn. Omdat ze dan beter zo moeten zijn. En dan kunnen we heel erg balen. Ik denk dat de kinderen wel heel erg balen dat we Parijs gaan overslaan. Ja, niet te veel over praten. Maar ik sprak gisteren met de locatiemanager hier ook. En hij zei dat er ook nog steeds heel veel stakingen en protesten zijn in Parijs City. Ja. Dus het moet zo zijn dat we je zei de busverbinding was ook een vervelende tijd. Want dan moet je om 9:00 moest je met de bus. Weg, en 8:00 s'avonds gaat pas de bus terug. Dus moet je 12:00 in Parijs zien te blijven. Kinders. Met 4 kleine kinderen. En alle kamerapparatuur. Ja, dus we dachten Parijs is niet... 12:00 is wel erg lang. Dus dat wisten we ook niet. Dat er maar alleen één optie was voor de bustijden. We gaan nog een keer met de Thalys, joh. Ik denk dat we... Ja, inderdaad, dat we een keertje doen. Dat we echt een beetje een citytrip maken met de kinderen. Ook als Lucius wat groter is. En, soms moet je een besluit nemen waarvan je... Ja, hè, sommige mensen denken, oh, wat zonde dat je dat doet. Maar aan de andere kant, we hebben wel 4 kleine kinderen in de regen. We zijn nu al een week verder. We hebben alleen nog maar wat minder weer gehad eigenlijk. En waar we nu heen gaan, is er sowieso heel veel zon. Het is 27, 28 graden, veel zon in het zuiden van Frankrijk. Is het hoogte Bordeaux, toch? Nee, verder. Ik weet niet precies. Bij Toulouse, nee, iets erboven nog. Ja. Maar in ieder geval, in Zuid-Frankrijk, daar gaan we morgen naartoe. Het is wel... 26 graden en zon. Dat is 7 uur rijden. 7 uur rijden. Dus we kunnen om 2:00 middags terecht. Dus dan moeten we 's morgens vroeg om 6:00 hier wegrijden. Ja, we zijn morgen een lange rit te gaan. Ja, dat we echt even een grote afstand afleggen. De grootste afstand van onze hele Europa-reis. Dat is morgen. Gelukkig hebben we het knoop wel doorgehakt nu. Dat we vanaf morgen hopelijk naar de zon toe gaan. En vandaag gaan we, En als het daar nog steeds regent, dan gaan we terug naar Nederland. Nee, maar daar is het lekker weer. Daar hebben we even de weervoorspellingen gezien. Maar voor nu nog niks zeggen tegen hun? Nee, ze hebben niks tegen de kinderen. Hun zijn vandaag de baas. Jullie weten het alvast, hun weten het nog niet. Daar is Luxie de baas. Luxie, hoe is het baas? Vind je het leuk? Luxie. Ja, vind je het toch leuk? Ja? Ik heb wel een honger. Oh, we gaan zo even kijken wat lekkers kunnen eten. Misschien is dat wel open. Een tentje om wat lekkers te eten. Ja, we gaan even terug. Luxie is de baas, hè? Dus Luxie mag bepalen wat we gaan doen. Wil je zo wat eten ergens? Ja? Gaan we even kijken. Kusje. En dan de ijswinkel open is. De ijswinkel? Oh. Dan wil ik nog een ijsje. Die niet open is, wil ik zo'n grote ding. Van Suikerspin? Ja. Oh, ja. Dan die nog gezien. Als die open is. Ja, die was er ook nog eens. Die gaan allemaal pas vanaf 2:00 open. En, wat ik je en het is nu 12:00, dus we moeten nog 2:00 wachten. Nog verder. We hebben nu gebeld, het is nu 12:30. 12:30. Oh, nog 1,5 uur wachten en dan kunnen we op al die leuke dingen. Goed? Gezellige boel daar bij de schommel. Nou, Luxie, aangezien we toch nog een uurtje moeten wachten op de binnenspeeltuin. Wat wil jij vragen? Of wat? Ja, snoepje. Deze is Luxie haar lievelingsstukjes deze. Ik vind ze altijd heel erg leuk. Als je voor Red bent, hou je van Red Band. Dat is wel heel erg, Luxie. Welke kleur wil je, Luxie? Wauw, dat is heel erg. Ook voor Lugel en Lucie zijn meenemen. En nu?
Geef die ook aan Lucius? Ja. Deze is voor Lucia. Ja. En pa gaat ook voor Lucia. Neem maar wat maar voor die vriendjes ja. ook mee. Geef maar voor elke broer en zus. Ja, en als het om is, dan kom je nog wat halen. Nou schat, anderhalf uur wachten op de binnenspeeltuin. De vader zegt, laat de beeldjes maar even in schat. Dan kan ik alvast even die beeldjes weer editen. Ja. Goedemorgen buurman. Oh, lekker geslapen? Jazeker. Ja, mooi. Ja, met die regen slaap je als een roze. Ja, dat wel. Kun je een beetje lang in die camper? Ja, lepeltje, lepeltje. Ja. Nou, we zijn verhuisd naar de tafeltennistafel. Maar nu al ben je nou vergeten. De tafeltennis setje. Ja. Ja, bij de camper. Ja, ze zijn toch al bezet. Ja, ja, maar hij had wel kunnen tafeltennis. Maar Luxie zegt al, papa is het al droog. We moeten even wachten tot het droog is, hè. Zie je dat? Bijna droog. Ja, ja dat is echt een wedstrijdje. Ja. Dan gaat Luxie er mooi in. Ik heb hem gekocht en ik wou ook zijn scootje hebben. Ja, ja. Leuk, hè? Nou, we komen gewoon een keertje op de racebaan. Nou, ondertussen is het droog geworden. Lopen we hier naar boven. De buren wisten de achteringang te doen. Nou. Dan gaan we hier naar binnen toe, jongen. Kijk, daar is het zwembad weer. Daar hebben we gisteren gespeeld. En nu gaan we eens even kijken waar we binnen kunnen spelen hier. Ja. Gelukkig is het wel weer droog. We hebben echt even een tijdje gescheld. Hoe zeg je dat? Gescholen? Gescheld? Ja. Bij de pingpong afdeling. En nu is het gelukkig weer droog. Ja. Wat gaan we hier doen, jongen? Even lunchen. Willen jullie eten? Ja. Ja? Nou, Lucius heeft een plekje al gevonden bij het raam, bij het zwembad. Kijk. Dan gaan we eerst even wat eten bestellen, jongens. Wat zou hier te halen zijn? Nou, we hebben eten besteld. Lucius die heeft het piepertje. Ah. Heb je het piepertje nog? Ja. Moet je even wachten. Want dan komt zo ons eten eraan. IJs? Ja. IJs? Ja, hij ziet... Oh, hij ziet IJs, jongens. Dat doen we zo meteen, als je eten op hebt. Goed? Tenminste, als jij het wil, want jullie zijn de baas. Ja. Toch? Mijn mama. Jullie zijn de baas. Mama, en ik heb gezien, want we zien steeds met die suiker spelen, omdat het alleen in de avond is. Oké. Maar wij zijn de baas, ja, en het is 24 uur. Hmm. 24 uur. In de avond? Ja. Gaan we straks even zien. Goed? Oh, ja. Een piepertje, kom maar. Dan is je eten klaar. Leg het nou maar neer. Ja, goed zo. Eén, twee. Leg het maar neer. Zo, ja, dat is voor ons. Wat voor vraagje heb je? Wil je zo'n ijsje? Ga je eerst het eten opeten? Oh ja, dat is goed schatje. Ga maar eerst even eten. Maar heb je de bekers? Ja, die flesjes. Oké, kom maar. Gaan we die kant op. Oeh, een snoepketting erbij. Ja, we gaan naar papa, die zit daar te wachten. Kom maar, gaan we die kant op. Er zit een snoepketting. Ja. Oh, Sil, je hebt een veter die los zit. Mama, maar jongens, op naar papa. Gaan we hier weer langs. Hou je de bekers goed vast, Lucius? Ja. Goed zo, jongen. Zo. Nou, jongens. Kunnen we hier lekker eten. Hier lekker zitten. Nou, jullie zijn de baas. Wat hebben jullie gekozen, Luxie? In deze mooie circusbox? Ja! Wauw, wat heb jij gekozen? Hamburger. Hamburger? En Lucilla, wat heb jij dan? Ook zo'n mooie partybox? Ja, ik heb wat hebben jullie voor papa en mama gekozen dan? Wat is dat? Nee. Wat zijn jullie goed voor papa en mama? Oh, lekker! Hey, van mij mogen jullie vaker de baas zijn. Yummy, yummy. Nou, ik zeg bon appetit. Eet smakelijk. Nou, dat zijn de vakantievrienden. Eet smakelijk. Bon appetit, hè? En kijk eens, jullie hadden nog nieuwe ketchup nodig. Eet smakelijk, met uitzicht op het zwembad. En we hebben goed wifi hier. Dus dan kunnen de Bellinga TV's filmpjes ook uploaden. Nou, eens even kijken, jongens, waar ze zijn. We zijn er nog niet. Nee? Gaan we hier langs? Ik was even met Luxie naar de wc. En Luan en Lucilla zijn met hun vriendinnetjes al naar de speeltuin gegaan. Dan gaan we eens even kijken, jongen. Ja, hier naar buiten. Hier heb je dus een bowling. Dan gaan we hier naar boven toe. Ja. Ja, er zit ook lasergames, zien we. Hier naar boven. Och, kijk. Dit is inderdaad leuk. Ja. Hey. Hey, daar is Luan. Ja, doe je schoenen maar uit. Dit is goed, dus hij laat.
Appetee. Nou, en als je moet plassen, moet je het tegen mama zeggen. Ja? Dan mag het hier zitten. Gaan we eens even kijken waar iedereen is. Zo, en dan. Jouwee. En dan hier overheen lopen, blusjes. Goed, ballassen weer. Goed zo, jongen. Goed zo. Die glijbaan? Dat is een glijbaan, dus kijk daar. Ja, ja. Hier. Goed zo. Hé, hoe ben je daar? Dat is goed. Kijk, blusjes die vindt die blokken trap zo mooi. Oké, daar gaan we. Hoi, Luxie. Hey Luxie, zie je alles op de kop? Ja. Het loopt een beetje rood aan. Goed zo. Hey, Luxies. Luxies die loopt daar. Waar ga je heen? Ga naar Luxie achterna. Waar is Luxie? Luxie, je gaat heel hard voor mama. Ik hou dit helemaal niet meer bij dit. Nou, Luan loopt met zijn vriendinnetje. Oepsjes weer aan. Ga je naar beneden, mama schat? Nee, dat is niet zo leuk. Goed zo, Luxie. Ik wil eens kijken. Luxjes, ga staan. Dus Tess en Lusjes zijn even oud. Oh, ze zijn echt even groot. Ze zijn ook best groot. Oh, heel klein beestje. Hmm, even een glijbaan, jongen. Net zoals Tess. Kijk, Tess gaat ook vanzelf naar de glijbaan. Ja, die blote benen. Voeten. Ja, dat is lastig. We hebben nu mama. Bij mama? Oké. Okay. Zet die vast. Dat was leuk. We zijn echt een hele tijd verder. Leon en Silla en Luxie die zijn nog steeds bij de indoor speeltuin aan het spelen. Luxie heeft lekker zijn slaapje gedaan. En ik zit, zoals jullie zien, al een stuk van de vlog te editen. Omdat we hier goed een wifi-verbinding hebben bij dit restaurant. Het einde van de dag is al bijna in zicht, jongens. Ja, dan hebben we dit regenachtige dagje op zich ook alweer een soort van overwonnen, overleefd vandaag. De kinderen hebben de hele dag in de indoor speeltuin gespeeld. Het zwemmen dat hebben we gisteren gedaan. Het enige wat ze nog heel graag wilden is zo meteen nog een ijsje eten of een suikerspin eten. Moet even kijken. En dan zit de dag erop voor vandaag, jongen. Ja. Ja. Dan kunnen we er niks aan doen, jongens, dat het de hele dag heeft geregend. Maar belooft morgen weer een hele spectaculaire nieuwe vlog te worden. Want dan gaan we dus naar een andere locatie, een andere camping. Helemaal in Zuid-Frankrijk, waar als het goed is wel de zon schijnt. Maar dat gaan jullie morgen zien. Jongen? Nou jongens, zij zijn uitgespeeld, maar het is regenpijpen stelen, jongens. Kijk dan. We kunnen niet... Kom, rennen jongens, dat is een spin. Ze wilden nog naar de trampoline toe, maar naar de racebaan. Maar dat gaat me niet lukken met deze regen vandaag. Helaas jongens, het is niet anders. Kijk, hier heet het een warba papa of een candyfloss. Een suikerspin. Grappig, hè? Nou, in het Engels. Dat is in het Engels en het Frans. Zo, Jules. Du is lekker. Wauw. Dit is van jou. Ja. Ja. Zeg je Messi. Messi. Ja hoor. Ja. Nou jongen. Ja. Kan je die eten? Nee. Nee, hij hoeft het niet. Nee, jongen. Hij is net wakker van zijn slaapje. Ondertussen is het wel gestopt met regenen. Kunnen we hier eventjes lekker zitten? Nou jongens, en nu jullie de suikerspin gaan eten, wat gebeurt er dan? Kijk eens, de zon komt door. Ja, als ik die kant op kijk, moet je kijken. Daar wel een wolken daar hangen. Ik denk dat die bui naar onze kant op komt. Nou, wat vonden jullie van vandaag? Leuk. Voel alweer regen. Voelen jullie dit ook? Nee. Ondertussen is het nog even droog en kunnen we nog even naar het wc-hokje. Want ze zitten helemaal onder de plak. Kijk, en hier heb je dus ook nog allemaal andere wc-hokjes. Dan kun je douchen. We hebben gisteravond gedoucht. En hier kan je ook even de was doen. Maar je kunt ook even de handen wassen. Of de afwas doen. Maakt hier zo'n lekkere echo, hè? Echo! Heb je die niet meer? No, ga maar aan mama. Oh, mijn arm! Oh, mijn arm! Zo.
lekker! En het is lekker! Mooi, ja, flesje! Ja, doe maar even naar boven. Mama is altijd de handdoek. De vest, wat jij. Ja. Ja. Ja, doe maar afvegen, mama. Ik ken de meermoeders dit. Dat je altijd de handdoek bent van nachtrampen. Lekker schoon. En nu gaan we weer naar papa toe. Daniel zei, ik blijf nog even bij de laptop en alle spullen zitten binnen. Die zat er ook gezellig te kletsen met nog een andere vader. Dus wij gaan, nu het toch droog is, toch nog even kijken of we bij de trampoline kunnen komen. En bij de autootjes, want je kunt ook met autootjes rijden. Kinderen willen ook nog even in het winkeltje kijken. Nou ja, ze zijn de baas. Vooruit. Ik heb de pinpas. En ik heb de pinpas, ja. Wat zien jullie allemaal? Oh, leuke strandtassen. Oh, wat is dit nou, ja. Die is wel lekker zacht. Liesjes, wat zeggen we daar nou van? Liesjes doet het ook. Zijn de baas voor me? Wat zei jij, Liesje? Ze wilde bij zijn de baas. Normaal gesproken mag dit dus niet. Die knuffels, ze hebben al veel knuffels. Maar wij zijn nu de baas. Maar jullie zijn wel de baas vandaag. Ja. Dat is wel lichtelijk papa en mama's eigen verantwoording. Alleen vandaag, hè jongens. En de rest van de vakantie zijn papa en mama weer de baas. Alleen voor vandaag mogen jullie dit. Dan wil ik de rest van de vakantie niks meer horen. Ja, oké, okay, is goed. Heel erg tussen. Ja, dat mag. Ja hoor, ja. Kom er maar bij staan hoor. Wil je een foto maken? Kom er maar bij. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik heb een eigen kopje. Ja, jij wilt zo'n leuk serviesje. Een bladje met zo'n. Je kunt ook een klein kopje doen, hè? Ja. Kijk, hier heb je kleine kopjes. Kijk, mini. Kijk. En geen bladje. Oh ja, zie. Ja. Oh. Mama. Ik zie. Wat heb je gevonden, Liesjes? Baby. Je hebt een babytje gevonden. Vind je die mooi? Die ook. Dan moet je even uitkiezen. Welke vind je het mooist? Oh, welke vind je het mooist, dusjes? Wil je die of wil je die hebben? Die. Ja, ja, dat zijn allemaal babytjes, hè? Nou, deze had ik gepakt. Lucie heeft nog wat gezien, Livie. Wat heb je gezien? Ik wilde ook de knuffel. Ik zag ook wat je leuk. Ja, dan moet je even kiezen wat je leuk vindt. Of een Barbie popje of een knuffeltje. Ja, die. Wil je liever een Barbie of wil je liever een knuffel? Barbie? Oeh, Lucius krijgt er nog een mutsje bij. Wat zeg je dan? Yes. Ja. Is dit een bekkensje? Die voor jou? Ja. Die voor jou hangt goed vast? Ja. Zo. Nou, Lucius heeft een popje. Lucilla heeft een knuffel. Luxie heeft een barbietje. En Luan heeft een mok van de Eiffeltoren. Nou jongens. Ik heb een kaartje. Toppie. Wat gaan we nu doen? Naar de trampoline kijken. Het regent wel weer, jongens. We gaan nog een poging wagen, jongens. We zijn inderdaad niet van suiker. Ik wil niet met Barbie dat wordt. Nee, nou maar lekker in de verpakking. Is dat jouw baby, Lusjes? Ja. Yeah. Wat een lief babytje is dat. Oh, dan kan hij niks meer zien. Zo. Lusjes met zijn baby. Hé hey, jongen, heb je ook een babytje, hè? Ja. Ja. Lusjes, daar. Ja, ik heb ook een baby. Ja, allemaal een baby. Ja. En Luan heeft een mok. Ja, dat is jouw baby. Die is een mooie regenboogbaby. Ja, heel mooi. Kies. Ja, een baby. Ja. Mama, ik weet al dat ik in mijn dankbaarheidsboekje kan schrijven. Nou. Dat ik eerst een knuffel heb gekregen. Ah, dat is leuk, Sil. Dus Silla schrijft iedere dag in haar dankbaarheidsboekje. Heel gedisciplineerd. Iedere avond. Iedere avond. Ja, voordat ze gaat slapen. Is er iemand jarig? Nou jongens, op naar de trampoline. Zo, nou jongens, we zijn aangekomen bij de trampoline. Maar ik zie niet echt mensen erop, Lu. Ik weet niet of het open is. Och, ik zie al het water, jongens. Hoppatee. Ik weet niet of het open is. Kijk, het is allemaal nat. Ik denk niet dat het nu is, Lu, met de regen. Zie je dat? Kijk, en hier is dat parcours. Kijk, dit is het raceparcoursje. Maar dat is ook niet open. Nou, kijk jongens, we hebben hier ook nog deze bootjes. Zie die donkere wolken daar. Ik denk dat het zo ook wel weer losbarst. Dit was het dagje dat de kinderen mochten bepalen wat we gingen doen. En waren ze de baas voor vandaag.
hebben ze toch nog een mooi speeltje gekregen. Ondanks we niet alles konden doen wat ze graag wilden. Maar we gaan wel voor nu de vlog afsluiten. Zodat we deze vlog ook op tijd kunnen uploaden. En Daniel niet meer zo lang bezig is als vannacht. Want hij was heel lang bezig. Tot 3:30 vannacht heeft hij de vlog geüpload. Kunnen we hem nu al uploaden voordat we morgen weer verder gaan naar de volgende camping. Ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar dat zie je morgen. Voor vandaag zeggen we, vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Doei.